Het is niet altijd even makkelijk als je ouders zijn gescheiden. In Sternburg kunnen kinderen van de basisschool na de zomer terecht bij het wijkteam. Ze lopen eigenlijk er tegenaan dat ze er heel veel last van hebben van verschillende thema's. En die thema's gaan we ook in die 8 weken tijd doen met de kinderen. Dus dat ze alles dubbel hebben of dat ze afscheid moeten nemen. En daar merkten we dat de kinderen daar vooral tegenaan liepen. Esther en haar collega's gaan met de kinderen knutselen. Bijvoorbeeld van karton de huizen nabouwen van vader en moeder en dan de verschillen bespreken. Helemaal nieuw is de hulp niet. Eigenlijk deden ze het al. Omdat we eigenlijk zagen in de praktijk dat wij allemaal deze kinderen begeleiden bij ons. En dat we heel veel hetzelfde werk deden. En daarom dachten we moeten dit bundelen. Dus zo zijn we eigenlijk een beetje gaan ontwikkelen tot dit project gekomen. De nieuwe aanpak is nog een proef. Het is denk ik een succes als de kinderen daar echt bij geholpen zijn. Dat we zien dat ze die thema's een plekje kunnen geven. En dat ze wat fijner thuis, dat het beter gaat bij hun ouders. En dan hoop ik dat we dan verder kunnen uitbreiden in Dordrecht. De bijeenkomsten duren maar een uurtje en vinden 8 keer plaats. Maar nu nog alleen voor kinderen uit Sterrenburg.